De mens is meester in het naar zijn hand zetten van haar omgeving. We winnen land uit zee, vlakken bergen af en maken dorre vlaktes vruchtbaar. We hebben onze omgeving nooit zomaar voor lief genomen. In onze directe omgeving is dat niet anders. We combineren praktisch vernuft met schoonheid en creëren zo een omgeving waar gebruik en inrichting naadloos op elkaar aansluiten. Maar hoe kan het dan dat we in het beheer van de openbare ruimte de door ons ingerichte omgeving wel voor lief zijn gaan nemen? We houden bestaande situaties intact, ook als de behoeften van gebruikers al lang en breed verschoven zijn. We houden oude situaties in stand, terwijl de ruimte volop mooiere, praktischere en goedkopere mogelijkheden biedt. Als je er maar op een andere manier naar durft te kijken. In traditionele methoden lijkt beheren vooral te gaan om beheersen. Wat stuk is, wordt gemaakt en wat nog werkt, moet je vooral niet wegdoen. We beheren vaak nog met een focus op objecten, in plaats van een focus op de mensen die de ruimte gebruiken. De omgeving beheren op basis van haar functie, gebruik en beleving heet adaptief beheer. Een beheermethode waarbij het maken van realistische keuzes makkelijk wordt voor zowel de beheerder als de bestuurder. Zodat je weg durft te doen wat je niet meer gebruikt en aan durft te passen wat niet meer functioneert. Omdat je precies weet wat werkt. Doordat je bij adaptief beheer inrichting, functie en gebruik perfect op elkaar afstemt, beheer je efficiënter en met minder middelen. Zo kijk je vooruit in de tijd, zodat je veranderingen in gebruik of functie van een ruimte moeiteloos opvangt. En de ruimte steeds opnieuw in dienst kunt stellen van de mensen die haar gebruiken.